Het kleinste podium van Brabant bevindt zich in Heesen, in de Molenstraat nummer 27. Het kleinste podium van Brabant, dat klonk vooral leuk. Of het ook klopt, dat weten we niet. En je kunt het natuurlijk ook als een soort uitlokking zien van als er iemand is die nog een kleiner podium heeft, nou dan horen we dat graag. Een ruimte van deze afmeting heb ik in Rotterdam al een keer gebruikt voor ook dergelijke initiatieven. En dat was altijd heel erg leuk, dus ik wist zeker dat het kon. Jasper Sprengers is ook actief in de theaterwereld. En Sandra de Haan maakt illustraties, strips en doet nog veel meer mediawerk. Het idee om hier theater te doen kwam ook eigenlijk meer als iets erbij voor de ruimte die we hier gingen bouwen. Het is ook een multifunctionele ruimte. Eens in de maand dan organiseren we hier iets en de rest van de tijd dan gebruik ik het als thuiswerkplek of ik luister hier naar muziek of ik speel piano en we hebben hier ook een toneelstuk gerepeteerd. Dus het is echt een multifunctionele ruimte. Drums. Look at that mama. She's got it sticking in the can. Nou, dat we hier iets terug kunnen doen voor de buurt op cultureel gebied, dat is mooi meegenomen, maar we hoeven er geen geld mee te verdienen. En het leek me ook een hele leuke manier om mensen te leren kennen. Want als je nieuw bent in een dorp en je werkt niet buitenshuis, nou, ik ben ZZP'er, dan is het niet zo makkelijk om even een netwerk op te bouwen. Dus ik dacht, als ik nou mensen uitnodig hier om iets te komen zien, dan ontmoet je op een makkelijke manier ook mensen die van muziek houden en theater en andere dingen. Ik hou zelf heel erg van muziek en toneel. Dus alles wat in die sfeer mogelijk is binnen een ruimte als dit, dat willen we graag brengen. Het lijkt mij een fantastische uitdaging om ook meer toneel te gaan doen hier. Dus dan zal het waarschijnlijk monologen zijn of kleine stukken met hooguit twee spelers. Ja, en het lijkt me ook heel leuk om iets met humor te hebben. Dus een cabaretier of een tonprater, daar zijn we echt nog naar op zoek. Iemand die het leuk vindt om in zo'n kleine, intieme setting zoiets te doen. Dus voor een try-out is deze ruimte daarvoor best geschikt. Ook voor Sandra is deze avond na jaren eigenlijk weer een debuut. Excuse me, a doormat is good, honest work. Gekozen om één keer per maand iets te doen. Dat houdt het toch bijzonder. En omdat je in een dorp bent en aangewezen op toch wel het lokale publiek, denk ik dat het moeilijk zou zijn om twee keer in de maand zoiets te organiseren. En het is ook best wel veel werk. Dat denk ik ook. Ja, daar ligt niet onze ambitie. Het kost inderdaad wat Sandra zegt. Het kost veel tijd en het financieel levert het je niks op. Het is echt het plezier om dit te organiseren en de mensen te mogen ontvangen en de artiesten, daar doen we het voor. Ja, het moet ook vooral niet te professioneel worden. Hè? Het is echt een hobbymatig, maar wel met kwaliteit. Dus het is niet zo dat iedereen die iets wil doen carte blanche krijgt. We moeten toch wel zelf echt iets in zien. Van dit is bijzonder, dit is goed, kom maar. Vera Jané brengt alternative rock en promoot haar debuut-cd Lonely and Naked. MUZIEK
als je nieuw bent in het dorp, dan moet je natuurlijk eerst zorgen dat mensen erachter komen dat er hier iets gebeurt. En het is natuurlijk in een achtertuin, dus mensen zien het niet automatisch. Dus dat, ja, we zijn nu vooral bezig om te netwerken en mailtjes te sturen naar mensen. Van, jullie maken muziek, vind je het misschien leuk om hier iets te doen? En er zijn ook wel, mensen hebben zich ook spontaan ook aangemeld. Hè? In juni hebben we zelfs een zangeres uit Amerika. Die wilde een tourneetje doen, dus dan hebben we zomaar een artiest uit Amerika. Dat is toch ook wel leuk. Wij zijn altijd op zoek naar mensen die in de regio wonen en die het leuk vinden om in intieme setting iets te doen voor 20 man publiek. En ben je benieuwd, je kunt altijd even langskomen om kennis te maken en om de ruimte te zien. Er is van alles mogelijk. Over precies een week brengen wij een uitgebreider verslag van dit optreden van Vera. Met songs en interviews.